Het centrale punt van de Kunsttiendaagse Bergen 2018 bevond zich in het Witte Paviljoen op het terrein van de Ruïnekerk. Deze was naast informatiepunt ook tijdelijk bureau van de regio VVV en werd verlicht door kunstlampen. Ook vormde de tent het startpunt van de fietstochten. De Kunsttiendaagse organiseerde bij de Ruïnekerk ook de Art Battle, een competitie voor schilders. Op zaterdag schilderden diverse schilders, waaronder Jongbergens talent, rond het thema verlichting, een groot werk. Daarnaast was er live muziek te horen. Schilders kwamen voor het licht en schrijvers die kwamen voor de schilders en ze namen hun vriendinnen mee. De wijn was koel, de tuin was het warm, het was nog lekker aan de zee. En beeldhouwers kwamen voor de ruimte en tekenaars die kwamen voor het te schetsen beeld. Van ezels geparkeerd in lommerrijke tuinen en lege tubes, lege flessen, dolende dichters in de duinen. Altijd heel veel last van in Bergen, van dolende dichters in de duinen. We hebben ze op een gegeven moment geleerd van jongens, neem nou eens een klapblok mee. Nou ja, afijn, dat deden ze dan. En als een dichter een klapblok meeneemt, dames en heren, de duinen in, dan komt er een gedicht uit en misschien een tekening. We zijn hier getuigen van een battle. We zijn hier getuigen van een battle en al die schilders die komen hier voor het licht. Op het terrein bij de Ruïnekerk was in de open lucht ook een expositie met werk van Erik Winder. Deze in Bergen geboren schilder liet daar zijn kleine schilderijtjes zien. En ook op diverse andere plekken in Bergen waren kunstexposities. Waaronder bij kunsthandel Ineke Arons, waar werk te zien was van Mathieu Wiegman, Dirk Trap en Koos Stikvoort.